Tweespraak serveert je alweer een nieuwe podcast met twee boeiende gasten die onze, we geven het toe, originele vragen niet uit de weg gaan. Hun antwoorden moeten leiden tot een gesprek dat we ook vandaag de vrije loop laten. Geen voorgekoude of saaie vragen en antwoorden dus, maar de inspiratie van het moment. Een podcast waar het hart op de tong gewaardeerd wordt. Steven Vrooman noemt zichzelf de Low Impact Man. Hij gaat dagelijks op zoek naar een duurzame wereld en wil ons overtuigen om ons gedrag ecologisch te veranderen. Zijn compagnon de route vandaag wordt muzikant Wouter Berlaan, die zijn eigen songs graag in het dialect van Zulte brengt. Daarnaast speelt hij ook bas bij heel veel artiesten, al is de meest gekende misschien wel Raymond van het Groenwoud. Pietrian Molly en Steven Verhamme heten je graag welkom bij een nieuwe Tweespraak. Van harte welkom, Steven en Wouter. Misschien altijd een klassieke clichévraag. Kennen jullie elkaar eigenlijk al? nu juist. Ik kon alleen maar in mijn brein nadenken. Ver in mijn achterhoofd zat Steven Vrooman. Vrooman met twee M'en, dus niet Vrooman. Ja. Dacht ik, low impact man. Kon ik eraan koppelen. Maar dan ben ik echt moeten gaan googlen om te zien of dat het wel klopte en zo. En het klopte. Low Impact Man is in the house. Ja, ik dacht niet dat ik Wouter kende toen dat die naam mij werd doorgespeeld. Maar dan ben ik eens gaan checken en ik merkte dat ik al nummers van hem had gehoord die in mijn Spotify-lijsten zijn terechtgekomen, omdat ik nogal veel Nederlandstalige muziek ook beluister. Mm-hmm. En dus ik heb wel het gevoel om hem te kennen, al is het nu de eerste keer dat ik hem hier live zie op een meter of vier afstand. Mm-hmm. Ik ben een oude ziel. Ja. Fantastisch. Dus zoals elke podcast, kun je wel naar Tweespraak podcast hebt geluisterd, ja. Hebben we eigenlijk een tiental vragen die we op voorhand hebben doorgestuurd, die we vandaag eigenlijk gaan mix en matchen, dus wat de volgorde gaan omgooien. De bedoeling is gewoon dat jullie de vragen op zich elke beurt beantwoorden en dat we eigenlijk gewoon een heel leuke tijd gaan beleven, zoals altijd. Hebben jullie zich eigenlijk ergens voorbereid als je de vragen krijgt? Hoe gaat dat eigenlijk? Vertel eens. Bij mij gaat dat meestal in de rit naar de plek van afspraak op het derde vak aan 130 per uur, want ik ben altijd een klein beetje te laat. En dan kijk ik nog vlug op mijn iPhone van bij wie ga ik en wat ga ik daar doen. Maar omdat ik al gelezen had dat het over het leven ging eigenlijk, dacht ik van, ja, ik ga dan niet te veel voorbereiden. En het beste gesprek over het leven overvalt u. En meestal met mensen ja, die je niet kent. Dat vind ik juist het interessante. Dus ik ben blij dat ik Steven nu nog niet ken. Ja. De twee Stevens trouwens. Ja, ja. Ja. Steven, heb jij ergens Ik heb natuurlijk het lijstje eens bekeken en ook wel eens gezucht van een paar vragen. Dat ik denk, ja, moet dat nu echt? En dan heb ik dat ook zo gelaten. Ik heb niet mij aan tafel gezet om nu eens goed na te denken wat ga ik antwoorden, omdat ik ook van oordeel ben van wat er op dit moment naar boven komt, zal het meest passende zijn. Dus ik heb bij een paar vragen natuurlijk, zo werd dat dan, hè, wel iets in mijn hoofd, maar misschien zeg ik al iets helemaal anders hè, straks. Ja, fantastisch. We zijn helemaal klaar voor de eerste vraag en we gaan die gewoon stellen zoals we die doorgestuurd hebben. Als je nu 2020 terugkijkt op je leven, waarop ben je dan het meeste trots? Is er iets waarop je echt fier bent? Steven, ik begin bij jou. Dan toch direct die vraag. Ja. Oh. Is het een moeilijke om mee te starten? Bah, ik vind het een beetje een moeilijke, omdat ik het gevoel heb van de dingen die ik in mijn leven heb gedaan enzovoort. Dat het veel te maken heeft met kansen die ik heb gekregen, met toeval, met geluk. Dus dat ik niet altijd zoveel verdiensten daaraan zelf heb. En ik kan natuurlijk wel terugkijken met dat Low Impact Man project. Dat is van alles gebeurd op televisie. Dat heeft van alles opgeleverd. Dat zou kunnen. Daar kan ik misschien wel trots op zijn. Dat is niet totaal onbelangrijk. Maar goed, misschien ben ik nog het meeste trots ja, op het feit dat ik nu... ik weet niet of mensen zich dat nog herinneren. Het was een hele tijd geleden. Dat programma op Canvas waar men dan toont met mijn kinderen
wat ik allemaal doe om zo ecologisch mogelijk te leven. Mm-hmm. Dan ben ik eigenlijk nu wel trots dat ik... Ik heb 3 kinderen, maar die 2 van het programma, Adam en Marieke, dat zijn nu 2 volwassen mensen die zelf hun keuzes maken. En die toch op hun manier... Een eigen invulling geven aan ecologisch leven. Niet de manier dat ik het doe, maar die zelf gekozen hebben om dat te doen. En daar ben ik wel trots op, want ik heb geprobeerd ze niet te forceren. Mm-hmm. En nu zie ik dat ze zelf keuzes maken waarvan dat ik denk, oké, ze zetten zich niet af tegen mij. Ze zijn niet tegenovergestelde. Ze kiezen hun eigen weg en daar ben ik eigenlijk wel trots op, ja. Zijn toch een beetje in jouw voetsporen getreden, dat mogen we zeggen. Niet van de dingen die ze doen, maar in hun, de manier waarop ze leven, zijn er zeker wel wat parallellen. Wouter? Ja, ik herken mij erin. Ik ben ook vader van 2 kinderen, wel kleinere kinderen nog, 9 en bijna 13. Elke rechtgeaarde vader... kan niet anders dan trots zijn op zijn kinderen. Hè. Het moment dat je vader wordt, dat is zo'n magisch moment. Zowel voor jezelf als voor je partner en later ook voor die kinderen. En, ik hoop ook altijd dat ik later zal kunnen zeggen wat dat Steven nu zegt. Van oké, ik heb ze een beetje begeleid in hun weg. Ik heb ze niet te hard gepusht. En er is iets van gekomen dat mij tegelijkertijd een beetje verwondert. En verrast. En tegelijkertijd geeft het mij ook het veilige gevoel van ze zitten op een goed spoor ergens. Want als vader is dat toch wel... Of dat je dat nu wilt of niet, dat blijft zo in je achterhoofd spoken van... Ja, je wilt toch dat het goed gaat met hen. Dus ik zal trots zijn binnen x aantal jaar als ik hetzelfde als Steven kan zeggen. Ja. En hebben ze dan iets muzikaals ook van jou geërfd? Weinig, heel weinig, gelukkig. Ja, want ik vind toch, ik zou het niet iedereen aanraden om zomaar muzikant of artiest te worden. Het is een hele kalvarietocht. Bij mij is dat allemaal heel smooth gegaan. En zoals dat Steven zei, van, er komt van alles op je pad. En eigenlijk heb je er niet zoveel verdiensten aan. Maar ik denk dat de kunst is om in het leven ook aan de slag te gaan met wat dat er op je afkomt. En daar het beste van te maken. En als ik dat terugkoppel aan mijn kinderen, hoop ik dat, gelijk dat Steven ook al een beetje zegt, dat ze later, dat zal blijken dat ze aan de slag gegaan zijn met een aantal dingen die ze zelf ontdekt hebben. Dus ze hoeven niet muzikaal te zijn. Van mijn dochter is dat bijvoorbeeld wel, maar die, ja, dat is natuurlijk een meisje, die danst heel graag en die zingt heel graag. En op die leeftijd doen ze dat allemaal heel graag, maar ik ga vooral niet duwen dat ze er iets moeten mee doen. Ja. Hoe ver gaan we trouwens terug, Wouter, voor jouw muzikale microben? Redelijk vroeg. Een beetje het klassieke Vlaamse verhaal van de muziekschool. Wij zijn een Vlaamse staat met instituten die leren dat muziek iets aangeleerd is. Iets dat moet aangeleerd worden. Ja. Dat is iets heel anders dan andere culturen, like in Afrika of Zuid-Amerika, waar iemand van de familie een instrument pakt en begint te zingen. En het is de bedoeling dat iedereen meezingt. En dat wordt een belevenis, een feest. Bij ons wordt dat heel hard afgemeten op een westerse manier. Dus ik ben naar de muziekschool in Zulte gegaan en dan later naar Deinze, want Zulte was kanton Deinze in de tijd. Kanton. En dan, kanton, ik kom nog uit die tijd. Ik moet me denken aan verkiezingen, kanton Deinze. Ja, absoluut. Dus een klassiek verhaal van rond je 8 jaar beginnen met noten leren, dan piano en dan op je 16e toch voelen van, ja, ik wil niet altijd doen wat dat de leraar zegt. En een groepje beginnen en dan uitdijnen naar het Kortrijkse zelfs, om een aantal groepjes op te richten en zo stilletjes aan de wereld gaan verkennen. Hè. Dat is wel grappig eigenlijk, want we hebben toch nog iets meer gemeen. Ik op mijn 16e... was ik ook in een bandje, samen met mijn broer. En ik heb dan later nog in een ander bandje gespeeld. En het hoogtepunt op dat vlak was het voorprogramma van de Skeps gespeeld. Alsjeblieft. Wauw. Ik denk dat het toch wel... dat is iets om trots op te zijn. Ja. Lang geleden, maar dat waren leuke tijden, ja. Ja, maar dat is om trots op te zijn. En dat is voor mij ook hetgene waar ik trots op ben, is dat ik nog altijd het gevoel heb van ja, dat Sinterklaasgevoel noem ik dat. Zo van, wauw. Ik heb toch met Raymond mogen spelen vandaag. Zo, dat was echt zo een lifetime achievement voor mij. Als klein manneke was ik er fan van. En als dat dan gebeurt, dan zit je er wel
terecht trots op. Maar inderdaad, dat is krek hetzelfde gevoel als toen dat je 16 waart en voor de eerste keer met een groepje niet meer in Waregem in Jeugd als Accent mocht spelen, maar dat je in het project van de Kortrijkse Stadsschouwburg mocht gaan spelen, want dat is een stadsschouwburg en dat is een stad. Ja. Dat is fantastisch, ja. En het uitbrengen van een eigen cd met eigen liedjes die je zelf hebt gemaakt, ooit op een kamer, is dat niet het summum, denk ik dan, voor jezelf? Ja, dat is zeker. Ja, dit is elke dag nog een summum. Het feit, zeker die Zultse liedjes, dat was het laatste van mijn gedachten dat dat iets ging teweegbrengen. Want dat is een beetje gekomen toen dat ik 5 jaar in Brussel gewoond heb, in de, ja, voor mij toch culturele hoofdstad ook. Ja, van de wereld, van Europa. En als ik dan afgestudeerd was aan het conservatorium, ging ik 1 jaar met mijn beste maat in Zulte in een huis samenwonen. En daar hadden plots weer de cultuurcrash en clash van weer het kleine dorp dat nog altijd hetzelfde gebleven was. En ja, alles was geëvolueerd, maar er waren kleine dingen die nog altijd krek hetzelfde waren. En er was toch niks veranderd en toch was er heel veel veranderd voor mij. En van daaruit ben ik beginnen liedjes schrijven. Maar dat pas 10 jaar daarna is dat dan op een cd beland en bij een platenfirma en bij de radio, bla bla bla. Maar dat was absoluut niet de bedoeling. Dat was gestart vanuit dat Sinterklaasgevoel van, ja, ik wil niet alleen artiesten begeleiden, ik wil ook iets van mijn eigen doen. En ja, dat is super dat dan tot iets uitgroeit waar dat blijkbaar mensen zitten op te wachten. Want ik ga, als ik iets creëer, denk ik altijd van, er zit geen hond op te wachten. Dat is het veiligste. Dan word je ook niet ontgoocheld. Dus, maar Steven zal dat wel herkennen, denk ik. Hè? Van op een ei zitten broeden en dan, ja, hetgeen waar dat je meest op mikt, komt niet uit. En dingen die je dan soms in de zijlijn doet, in je hoofd, blijken dan de hoofdlijn te zijn. En dat is dan weer aan de slag gaan met wat dat er op je afkomt. Hè? Ja. Ja, ik herken het zeker. Ook bij mij, heel het Lovin Pakman project is eigenlijk een beetje uit de hand gelopen. Nevenprojecten in de zin van, ik was in 2008 directeur van een milieuorganisatie. Ik was een beetje bezig met subsidies en personeelszaken. Dus ik dacht, ik ga een half jaar loopbaanonderbreking nemen, is wat afstand nemen van alles. En tegelijk dan het idee van, oké, een half jaar vrije ruimte, wat ga ik nu doen? En toen kwam dat idee van, laat ik nu eens proberen zo ecologisch mogelijk te leven, want ik was daarover bezig. Ik deed studiewerk rond ecologische voetafdruk enzovoort, maar laat ik dat nu eens proberen met mijn kinderen, als experimentje. En ook een beetje toevallig, omdat wij al eens iets met de VRT hadden gedaan, wist iemand van mijn loopbaanonderbreking, leggen ze dat daar op tafel en krijg ik telefoon van Canvas, ja, mogen wij uw experiment volgen, mogen we daar een programma rond maken? En dan denk ik ook even, oh, wat gebeurt er hier? En ook wel wat dubbel, want ik wou niet zoals de pfafs dat er overal camera's in mijn huis zouden hangen. Maar aan de andere kant wel het besef van, ja, dat is wel een unieke kans natuurlijk om een breed publiek te bereiken. En ik herinner mij ook, ik werkte al 10 jaar in de milieuorganisaties en dan waren wij dolgelukkig als we een klein kolommetje in de Standaard hadden met zo'n klein berichtje over de ecologische voetafdruk van een Vlaming. Dachten we, yes, we zijn bezig. En toen dat ik begon met dat Lowin Pakman project, de eerste dag stonden daar in mijn huis 3 cameraploegen, 2 radio, alle kranten waren er. Op 1 dag was er gewoon veel meer bereik dan al dat studiewerk. En daar heb ik ook heel veel geleerd. En sindsdien ook van, mensen willen verhalen horen. Hè. Ze willen geen cijfers. En een papa die met zijn kinderen zoiets doet. Ja, dat is een mooi verhaal blijkbaar. Mooi verhaal. Ja. De pfafs. Ja, dat is het. Eerste keer dat die in de podcast verschijnen. Misschien ook nog ooit een idee. Trouwens, ik ben ook nog ooit keeper geweest. Hè, in mijn jonge jaren. Dus, de verleiding is compleet. Keeper en voorprogramma van de Scabs. Fantastisch. Wow. Ja. Nu, sowieso, verhalen vertellen we een ganse week door. We luisteren een ganse week door naar de muziek. We zijn meestal ook ganse week bezig met de ecologie. Maar iedereen heeft sowieso in zijn week, denk ik, een bepaald favoriet moment. Wouter, wat is jouw favoriet moment van de week? Goh. Kun je daar eentje uitpikken? Ik kan er geen een dag of een moment op een dag op plakken, omdat de agenda altijd van links naar rechts en boven naar onder beweegt. Maar het ultieme favoriete moment thuis is eigenlijk dat je
ja, al wat dat je doet of al wie dat je bent kunt loslaten in een creatief moment. En voor mij is dat gewoon dat ik 8 meter verder in mijn hof een studio staan heb en dat ik daar dan niet een opdracht ga doen met voorbedachte raden, maar dat ik gewoon een keer van een leeg blad kan vertrekken. En in de lockdown was dat dan plots zover en dan verschieten van wat voor andere creativiteit dat er plots nog uit u komt als je een keer echt alles loslaat en niet denkt van ja, nu is het voor Berlaan dat ik aan het schrijven ben, of nu ben ik aan het studeren voor Raymond, of nu ben ik hier 26 slagers slug aan het instuderen om morgen iemand te gaan vervangen. Nee, gewoon from scratch iets beginnen, dat geeft mij nog altijd weer, ja, dat, ik ben er weer met mijn Sinterklaasgevoel, dat gevoel van daarvoor doe ik het. Ja. En of dat dan op plaat komt, of dat wordt in het Sportpaleis gespeeld, of dat komt wel of niet op de radio, I don't care. Dat is het moment waarin ik mijn eigen kan verliezen. En kan dat moment op gelijk welk moment van de dag komen? Of heb je echt wel... Sinds een gezin en kinderen is het een beetje zoals met seksualiteit. Als koppel moet dat soms wel eens plannen. Dan ga ik er tegenaan. De lockdown was voor mij een geweldige periode op dat vlak. Omdat ervoor gebeurde dat zo weinig. En nu was er plots tijd. En er zit heel veel tegen voor heel veel mensen, op dit moment. Maar het grote voordeel is, de tijd staat aan onze zijde. Er is een zee van tijd eigenlijk, door al wat dat er aan het gebeuren is. En voor mij is dat het favoriete moment, ja, van de week. Soms is dat maar van de maand. Het is zeker niet elke week dat dat kan gebeuren. En komt de muze soms ook 's nachts langs bij jou? Of oh, ja, op de meest onverwachte momenten. Maar het is net op de gecontroleerde ongecontroleerdheid dat ze langskomt. Bij mij is dat vaak als ik auto rijd. Aan 130. Ja. Dan ben ik nog schoon en dan kom ik er nog goedkoop vanaf. op zo'n momenten denk ik van, ja, ik moet naar Kortrijk. Ik wou dat ik al in Kortrijk was vanuit Gent, waar dat ik woon. Dus dan denk ik van, wat kan ik allemaal doen in de tussentijd? En dan begint mijn hoofd van alles te fantaseren. Ik heb ook een creatief voordeel als Touretter. Ik heb eigenlijk Gilles de la Tourette in een milde vorm. En dat zorgt voor een overflow aan creatieve ideeën. En dat is meestal in een auto, als ik stuur en met iets gecontroleerd bezig ben, maar in mijn hoofd eigenlijk toch weg ben. En voordat ik in slaap val. Dus vroeger was dat een notitieboekje. En nu is dat meestal de telefoon waar dat je notities op maakt. En dan moet ik echt dingen opschrijven, want ik weet, ik ga in slaap vallen en morgen gaat het niet hetzelfde zijn. En zijn dat baslijnen die dan door je hoofd kronkelen? Het is echt van alles. Koken is ook een heel goed moment. Ik was gisteravond nog heel lang aan het koken, omdat ik straks voor vrienden nog van alles gemaakt heb. Het is ook zo'n moment van handeling. En er is decompressie in je hoofd. En dan sta ik altijd, omdat ik over baslijntjes begint, riffjes te fluiten of te zingen. En blijkbaar doe ik dat dan een uur aan een stuk, omdat ik dan de hele tijd aan het koken ben. Dus dat zijn de goede momenten, inderdaad, dat het komt. Top. Ja. Steven, heb jij zo'n favoriet moment in de week? Niet een vast moment, nee. Ook omdat ook mijn... dagen zijn altijd anders, behalve nu de laatste maanden is er wat meer eentonigheid ingekomen. Maar ik herken zeker het ding van alles loslaten, hoofd leegmaken en dan komt er plots wel iets naar boven. En ik heb dat vaak als ik aan het lopen ben. Ik ben toch 2-3 keer per week probeer ik een uur te gaan lopen langs de Schelde. En dan zijn er ook soms momenten dat er plots een heel tof idee naar boven komt. Dat ik denk, ja, dat is een goede zaak om op een show te gebruiken. Of dat is een leuke grap, of daar kan ik iets mee doen. Dus dan voel ik wel van ik weet niet van waar dat komt. Maar dat is er dan plots. Ja. En dan ben ik ook wel dankbaar van, merci, hè, dat ik dat nu gewoon cadeau krijg. Een leuk idee, dat je iets kunt mee doen. Dus dat herken ik, dat zijn toffe momenten. Nu, ik heb de voorbije maanden ook wel een nieuw soort moment ontdekt. Ik heb, zodra dat die lockdown begon, half maart, is heel mijn agenda geschrapt. Heel veel lezingen, voorstellingen, zowel in scholen, bedrijven, verenigingen. Dus plots alles
in één keer weg. En ik had in het begin daar echt wel moeite mee. Met hoe opstaan en wat moet ik doen vandaag? Een leeg blad elke dag. Ja, een leeg blad elke dag. Ja. Met dat verschil nog, want ik heb al iets gezegd over mijn twee oudere kinderen, maar ik heb ook nog een kleuter in huis die net 3 geworden is, die ook thuis moest zijn, want er was ook geen school. Dus dan maakt het wel niet meer zo leeg, uw blad. Hè. Dan zit je plots, moet je daar allemaal mee omgaan. En ik heb daar een paar weken mee geworsteld en ook natuurlijk met mijn vrouw hebben we afspraken gemaakt om elke halve dag voor onze kleine te zorgen, om toch een beetje ruimte te hebben. Maar dan op een bepaald moment toch een soort switch gemaakt en gezegd, ik ga nu die soort verplichte loopbaanonderbreking die hier wordt opgelegd, toch niet op die manier uitzitten. Ik ga iets doen. En dan ben ik begonnen met schrijven. Ik heb beslist, ik ga schrijven. Probeer 5 uur per dag te schrijven. Okay. En dat vraagt wat discipline. Hè, dus dat moet je ook plannen, want anders werkt dat niet. Maar dan op een bepaald moment, na een aantal weken, kwam ik in een soort van flow van als dan... Timo is weg naar de opvang of naar een kampje. Alles is... De dingen die moeten gebeuren zijn... Ik ga achter mijn bureau zitten, ik open mijn computer en ik kan beginnen, ik mag beginnen. Zo dat gevoel van... Oké. En nu is er niks anders in de wereld dan ik en dat verhaal dat ik hier probeer op papier te zetten. En dat is wel een moment... Waar ik nu, na al die weken zo te leven, meer en meer naar uitkijk. Dus deze morgen dacht ik, het zal wellicht vandaag moeilijk worden om dat moment te hebben. Maar oké, het is ook weekend, dus ik moet het ook wel loslaten. Het is dat. Maar dat heb ik wel, dat is toch een redelijk nieuwe ervaring van door discipline is het ook mogelijk om inspiratie op te wekken. Ja. Is dat het voordeel geweest van de corona, dat je anders met tijd bent leren omgaan? Goh, het is een voordeel. Het is, ik heb ook wel gemerkt die eerste weken dat ik dat heel lastig vond om niet meer voor een groep te staan. Want ik merk ook de laatste 10 jaar is dat eigenlijk wat ik doe. Met mensen in gesprek gaan, mijn verhaal vertellen, proberen die ook wat dingen mee te geven. En plots was dat wel een raar gevoel van, wat doe ik hier nu nog? Hè? Mijn publiek is weg of zo. En ik kan me voorstellen dat voor muzikanten dat ook wel iets heel vreemd is, om hetgeen dat je dagelijks doet niet meer te kunnen doen. Hetgeen dat je ook energie geeft, hè? Dat valt allemaal weg. En in het begin dacht ik nog even, oké, die corona verplicht ons ook wel om een aantal dingen anders te doen, om minder te rijden, minder te vliegen, om lokaler te kopen. Zeker. Het idee van dat je niet kunt gaan winkelen, dat vond ik eigenlijk wel fantastisch een aantal weken, dat de winkels dicht waren, behalve de voedingswaren en zo. Dacht, oké, dat is wel een iedereen moet nu low-impact-man worden, bijna. Maar natuurlijk door een verplichting, niet door een vrije keuze. Ja. Dus ik had daar wel even een gevoel van, misschien trekken we daar wel lessen uit. En dan ben ik nu wel nogal ontgoocheld dat vooral de politiek zo hard hun best doet om daar geen lessen uit te trekken en te zorgen, we moeten zo snel mogelijk weer gaan consumeren en kunnen gaan winkelen, is belangrijker dan naar theater te kunnen gaan blijven. Ja, de prioriteit ligt daar. Ja. Mensen moeten op reis kunnen gaan, moeten kunnen vliegen, moeten kunnen shoppen. Dat is belangrijk. En dan denk ik van, we zitten echt met een generatie mensen die de beslissingen nemen die het helemaal niet begrepen hebben. Dat dingen grondig anders moeten, want die corona is maar een klein voorproefje van wat er op komst is. Hè. Maar goed, dat is een ander thema, denk ik. Wow, goeiemorgen. Sorry, het moest hier leuk worden. Maar ik dacht vanmorgen nog eigenlijk, toen ik naar hier kwam, van eigenlijk zou het niet slecht zijn dat er een soort economische lockdown op regelmatige basis gebeurt. Want mensen kunnen perfect verder leven. Dat is nu bewezen. Hè? Waarom kunnen we dan niet ene keer in het jaar, zo een aantal maanden of weken, zeggen van, en nu ligt alles stil, voilà, we trekken weer even ons plan. Misschien gaan we dan mensen beginnen ontwikkelen, generatie per generatie, die daar gewoon aan zijn. Dat allemaal niet zo high profile hoeft te zijn, want we hebben meer dan de helft van de dingen, heb ik toch vastgesteld in de eerste dagen na de lockdown, zijn mijn vrouw en ik tegen elkaar van, we hebben zoveel, we hebben zelfs veel te veel. We zitten zo gebeiteld in zoveel luxe.
Een beetje back to basic. Ja, echt wel. Ja. Ja, het hoeft niet altijd, hè. Nee. Maar natuurlijk, dat zal niet gebeuren, omdat je voelt van de economie stilleggen, hè, wat eventjes is gebeurd, dat dan alles in elkaar zakt. En natuurlijk, we mogen niet vergeten, voor een aantal mensen, ik ben ook bij de gelukkigen die daar eigenlijk niet echt grote nadelen krijgen, dat overbruggingsrecht, dus financieel voorlopig werkt dat wel oké. Maar er zijn ook wel mensen, en dat zijn de meest kwetsbaren natuurlijk, die in een klein appartementje wonen, waar dat de kinderen niet naar het park mogen, niet naar de school mogen, die geen goede wifi hebben. Er zijn ook wel echt een hoop mensen die zwaar hebben afgezien, en dat mogen we niet onderschatten natuurlijk. Klopt. Ja. We gaan naar een leuke vraag, want het wordt ernstig. Nee, geen probleem. Mag. Ja. Want we nemen dingen mee voor het leven, dus dat mag zeker. Hè. Goed, jullie staan op een podium, jullie krijgen applaus, jullie krijgen ook leuke dingen te horen van mensen. Complimenten bijvoorbeeld. Zijn jullie daar gevoelig voor? En wat is het mooiste compliment dat je eigenlijk ooit van iemand hebt gekregen en mogen ook weten van wie? Ik ga het eens vragen aan Wouter. Goh, het grootste compliment... Het begon als het lelijkste compliment. En achteraf vond ik dat dan weer het schoonste compliment. Omdat ik heb eigenlijk niet zoveel aan mensen die zeggen dat het goed is. Ik heb dan liever die een 1 op 100 die komt en die zegt, oh, het trekt op niets. Als hij tenminste kan zeggen waarom dat hij vindt dat het op niets trekt, daar ben ik dan iets mee. Ik heb dat effectief gehad, dat er iemand een keer naar mij kwam van, oh, Dine Berglund, dat is toch allemaal zo origineel, niet, wat pijs hij wel, dat Philippe Cavalier wel aan vermanderen. Eerst worden inderdaad zo'n beetje gevoel je wat geschoffeerd. Ik denk van, oh, moet in het harnas. Maar ik dacht van, oh nee, wacht, ja, wat, die mensen zijn eigenlijk wel gelijk. Zo van, ik sta wel op een podium, hoger als het publiek. Dus ja, ik moet niet dof iets verwachten dat ik beter of meer ben dan het publiek. Dus ja, laat dat even binnenkomen. En er is effectief een liedje uitgekomen, dat heet Speciaal. En waarin dat ik mijn eigen eigenlijk bespot van, ja, ik moet niet denken dat je speciaal zit, want alles is ooit al een keer gedaan geweest. En dat zijn dan leuke complimenten, vind ik, waar dat je iets mee kunt. Net de complimenten die er je op wijzen van... Nou, misschien zit het toch niet zo helemaal goed in elkaar als dat in uw hoofd zit. Misschien moet je een keer iets herdenken. Dus algemeen complimenten en applaus zijn natuurlijk tof, hè. Daar doen we het voor. Hè. We zouden niet kunnen verder doen op een tournee als we iedere avond boegeroep krijgen, natuurlijk. Maar de meest inspirerende complimenten zijn dan meestal de kritische kantlijnen, denk ik. Die zo een keer in uw ziel peuteren. Ja. Dat houdt je wakker, dat houdt je scherp. Ja, dat moet, hè, want stilstaan is achteruit gaan, sowieso. Ik merk dat enorm als ik zie wat dan mijn studenten... Dus ik heb zowel mensen in de muziekschool, hobbyisten van het 7e knoopschap, zeg maar, die ervan dromen om een keer het voorprogramma van de Skeps te doen, bij wijze van spreken. Of mensen die aan de poort van de professionaliteit staan. Ik sta ervan versteld hoeveel dat die mensen mij bijbrengen eigenlijk, met wat dat ze allemaal afkomen. En daardoor blijf ik mee. En soms denk ik van, godverdomme, moet ik nu echt dat ook beginnen beluisteren en daar dan een keer beginnen afschrijven en dat beginnen studeren? Moet dat echt? Dat is mijn eerste reactie altijd. Maar ik ben altijd blij als ik het dan weer gedaan heb, omdat ik merk van, ah, dat was gewoon even mijn... Zo de speerpunt in mijn rug van, oh, wakker blijven, je moet weer vooruit. Ja. Steven, ben jij gevoelig voor kritiek, voor commentaar, of ben je gevoelig voor complimenten? Ja, ik denk dat zeggen dat u dat totaal ongevoelig laat, dat een beetje misschien hotijn is, ik weet het niet. Natuurlijk ben ik gevoelig voor wat mensen zeggen. Het leukste vind ik, wat af en toe wel gebeurt, dat ik iemand tegenkom die zegt, ja, je hebt mijn leven veranderd. Die mensen die zeggen, ja, ik heb, er was iemand niet zo lang geleden die zei, ja, ik heb ooit eens, jaren geleden,
een voorstelling van u bijgewoond en heeft me aan het denken gezet. En ik was een boer en ik heb toen beslist om bioboer te worden in het proces na. Mm. Ik zeg niet dat dat mijn specifieke verantwoordelijkheid was, maar goed, dan denkt of mensen zeggen, ja, uw boek dat ligt bij ons op een nachtkastje en regelmatig kijken we daar eens in en denken, oh, die tip, dat kunnen we nog doen. Dus dat is zeker leuk om dat soort dingen te horen. Soms kan dat ook van een andere aard zijn. Ik herinner mij ook op straat een vrouw die naar mij kwam. Oh, dat jij die low impact man. Ja. Jij daar. Ja, zoiets. Nee, dat ben ik ook niet. Hij zegt, ja, zeg, dat is wel erg, want onze dochter die wil nu het toilet niet meer doorspoelen. Ze heeft het programma gezien en zegt, ja, drinkwater voor het toilet. Ze wil niet, nu moeten we altijd emmers met regenwater naar het toilet zetten. Dat is toch wel... die was eigenlijk boos op mij daardoor. Nu, ik heb het toch als een compliment gezien. Ja, dus dat soort dingen. Maar wat ik vooral... want ik probeer natuurlijk een boodschap te brengen, is misschien wel ouderwets, ik weet het niet. Als mensen zeggen, ja, we hebben gelachen en er ook iets van opgestoken. Of ja, de manier waarop je het brengt. Ik probeer absoluut niet belerend te zijn, want dat vind ik dat niet werkt. Hè. Ik probeer mensen wat te prikkelen, uit te nodigen, te doen lachen, soms met zichzelf. Ook met mezelf, want dat vind ik ook een goede manier om een publiek mee te krijgen, jezelf ook een beetje relativeren. Dus regel nummer 1 om met mensen te mogen lachen, is eerst met jezelf lachen. Voilà. Ja, ik denk dat klopt. Hè. Dus in die zin ben ik altijd blij als mensen daarop reageren. Ja. Je zei net zelf, Steven, we geven sowieso altijd een boodschap mee, mm-hmm, met de zaken die je doet. Nou, de boodschap van jou, Wouter, eerder ligt in het feit van raken met muziek. We willen dan inderdaad raken met de voorstellingen liever, met de zaken die je vertelt. We vertellen op zich sowieso heel veel, ook aan vreemde mensen. Wat vertel je nooit aan een vriend, aan iemand dat je nog niet kent, over jezelf? Iets dat je nooit verteld. En wel, van dat voorprogramma van de Skeps vertel ik eigenlijk nooit anders. Echt een primeur. Primeur. Zo lang geleden. Ja. Maar dat is natuurlijk ook een vraag. Je weet, als ik niet aan vreemden vertel, dan zou ik het hier wel vertellen. Natuurlijk. Aan al die vreemden die zitten te luisteren. Ja, oké. Okay. Dat is toch wel iets waarop je heel trots mag zijn, denk ik. Van de Skeps. Van het voorprogramma van de Skeps. Zeker. Ja. Nee, maar dat is meer inderdaad zo echt iets dat je zegt van, dat weten eigenlijk niet zoveel mensen van mij. Ik zie niet waarom dat je iets niet zou vertellen. Ook aan de vreemde. Ik heb eigenlijk liefst gesprekken. Ik vind het doorgaans. Ik ben niet zo van de small talk. En bij ons thuis is dat ook dikwijls zo'n va-et-vient van vrienden en kennissen en mensen uit de buurt. En dat is allemaal gezellig. Maar die gesprekken op zich, niet dat ik me daaraan stoor, maar ik heb zoiets van... doorspoelen, skip it. Ik hoef niet te weten hoe dat van de week met u is. Ik heb dan liever over 2 maanden een keer een echt gesprek met u. En mijn vrouw vindt dat dan heel raar en onbeleefd. Maar ja, als ik op dat moment in mijn hoofd zit van ja, ik wil toch liever in mijn studio weer gaan verder schrijven, dan heb ik al geleerd dat ik soms assertief moet zijn en zeggen van sorry, maar ja, ik ga toch even doordoen met wat dat ik bezig was. Maar gesprekken met vreemden, Ik zou juist zeggen van, ik zou net nog veel meer tegen een vreemde gaan vertellen, omdat die u niet kent. Mm-hmm. En ook omdat jij die niet kent, dan komt die waarschijnlijk ook rapper over de brug om zich te laten kennen en te laten zien. Ik vind het niet zo vervelend als mensen die altijd zo, zo ongemakkelijk zitten in een gesprek. Ik heb dan liever een platte boer die u bijna uitscheldt, de eerste 5 zinnen dat hij met u doet, maar dan weet je wat je aan die mens hebt, mm-hmm, dan iemand die zo probeert heel beleefd sociaal wenselijk te doen wat dat er ingelepeld is, en die dan op het einde van het gesprek toch een slecht gevoel eraan overhoudt. Dat heeft niet zoveel zin voor mij. Maar ik kan me wel inbeelden dat mensen gemakkelijker naar jullie stappen, na bijvoorbeeld een voorstelling, om gewoon een gesprekje aan te gaan. Meer nog dan iemand die ze bijvoorbeeld niet kennen. Bijvoorbeeld. Dat zou kunnen. En vaak in mijn geval zijn dat mensen die iets willen vertellen over wat dat ze zelf doen, of over dat ze zelf over het milieu denken. Of soms ook mensen die niet eens zijn, hè, want dat gebeurt ook wel. Een opmerking die ik vaak krijg is van, ja, ecologisch leven, het is toch gewoon...
de schuld van, en dan komt er iets, hè, de Chinezen, ja, of te veel, of de bedrijf, of de politiek. En dan weet je al op voorhand een beetje van, oké. Maar goed, ik luister daar wel naar. En ik snap dat mensen die redenering maken, dat is ook een psychologisch mechanisme, een stukje. Het is altijd makkelijker om te kijken naar anderen dan naar jezelf. Hè. Ja, ja. Ja. Ja, na de optreden zijn er zijn altijd heel leuke gesprekken en maak graag voor iedereen tijd. Maar er zijn wel een aantal clichés die altijd terugkomen. Hè. Ja. Van, het is toch fantastisch dat je van je hobby je beroep kunt maken, maar dat moet geestig zijn om op een podium te staan. En heb je dan een standaard antwoord klaar op die clichévragen? Ja, het standaard antwoord is wat ik altijd heel eerlijk antwoord, van ja, dat is echt fantastisch. Ik ben een ongelooflijk gelukzak. En dat is ook de waarheid. Komma, maar ja, ik moet ook mijn factuur betalen en ik ben ook met dat bezig en dit. En mijn kinderen moeten dat en... het zijn dezelfde beslommernissen als ieder mens. En niemand is meer dan een ander. Maar het is natuurlijk door hetgeen dat ik eruit zei, van je staat op een podium, je staat letterlijk hoger dan de anderen. Ja. Mensen betalen om naar u te komen kijken, mensen willen dan ook een verhaal horen. Of dat verhaal dan waar is of niet, dat maakt niet uit. Of dat ik nu echt in Zulte woon en echt een Zultenaar ben, dat maakt eigenlijk niet uit. Het gaat op dat moment erover hoe dat ik dat op dat podium kan brengen als verhaal. Lees, ja, verkopen eigenlijk. Ja. Dat is nu toevallig wel een waar, echt verhaal, maar ja, ook als ik naar iets ga kijken, ga ik ook niet, dat hoeft niet, niet waar of niet echt te zijn. Het mag volledige fictie zijn. Als het goed gemaakt is, kan ik er enorm van genieten eigenlijk. Ja. En enerzijds ben jij frontman als je als bandnaam optreedt, maar je bent ook sidekick, als ik het zo mag zeggen, als muzikant. Is daar een verschil voor jou? Ja, dat is een enorm verschil. Maar dat is juist het boeiende. Als sidekick is het een enorm plezier om uw ding te vinden in hoe kan ik hier de productie of de frontman of vrouw in kwestie het beste dienen. En dan krijg je een afgeleid speelveld, maar dat is nog altijd uw speelveld. Je kunt dat volledig inkleuren. Ja. Als ik meer dan 10 jaar geleden een keer of 14 in Ahoy met K3 gespeeld heb, dat was ook een afgeleid speelveldje. Die muziek is wat het is. Ja, die madammen zijn wie dat ze zijn. De mensen die komen kijken en dat concept is wat dat is. Maar ik heb me daar rot geamuseerd. Omdat ik mijn ding mocht doen en kon doen op mijn manier. Los van het feit dat dan echt de K3 muziek was. Maar als bassist kon ik dan wel nog op mijn manier mijn handtekening zetten op... Dat is mijn versie van de feiten. Terwijl dat je op dat moment misschien met heel credibele singer-songwriters, die artistiek van alles, maar dat je daar het gevoel hebt van, ik kan en ik mag hier niets, ik kan hier niet echt iets betekenen. Dan is dat veel frustrerender dan met K3 gaan spelen. Dus dat is wat dat sidekick zo interessant maakt. En als frontman, ja, het is allemaal van u. Hè. Maar het is een heel andere verantwoordelijkheid. Als ik als frontman op het podium sta, dan wil ik, als er 200 man in de zaal zit, dan voel ik mij verantwoordelijk over iedereen. En die moeten alle 200 content naar buiten gaan. Als er één tussen zit die kritiek heeft, dat is het enige dat ik ga horen achteraf. En dat ik ga over nadenken en dat ik ga meenemen. En dat is een heel andere vibe als ik achter Raymond sta. Raymond is een slecht voorbeeld, omdat hij altijd iedereen pakt. Maar als ik achter een zanger zou staan die een dag heeft waarop dat niet lukt met het publiek, dan herken ik wel dat pijnlijk gevoel dat hij heeft en probeer ik dan mee te backuppen. Maar het is mijn verantwoordelijkheid niet. Ik ga daar, dan denk ik van, ik drink een pintje aan een bar achteraf, we spoelen het door. Het is plezant hier tot op het podium te geraken, niet tot bij het publiek. Spijtig. Maar als dat bij Berlaan gebeurt, dan ben ik daar... Ja, dan ga ik helemaal naar aarde bewegen om dat los te krijgen. Mm. En lig je dan wakker als het niet lukt, als het niet klikt met het publiek? Lig je daarvan wakker staan? Oh, dat is een leerproces. Daar leerde in. In het begin wel, heel lang geleden wel. En daar komt zelfs emotie van. Dat is wenen als je uitgejouwd wordt. Of vroeger ook heel veel humoroptredens gedaan. Zo. En daar was de regel dat je 2 keer per jaar, als je 100 optredens op jaar deed, dat je 2% echt op uw bek ging en dat niet pakte en dan mensen echt u zelfs uitjouwden. Ik spreek ook over de beginjaren van de comedy, nu is het allemaal iets gesofisticeerder. Mensen snappen dat al meer.
dat is een harde leerschool, maar op een duur leerde op het podium komen en het niet uit te lokken dat het kan misgaan. Maar dan toch kan het op een of andere manier, je hebt niet alles in de hand, maar je leert op een podium stappen en uitstralen van het is mijn show en ik ga je ergens naartoe brengen. Als je dat vertrouwen uitstraalt, dan loopt het eigenlijk nooit mis. Herken jij hetzelfde, Steven, hetgeen dat Wouter vertelt? Van, lig je daar soms ook wakker van, wat ze van je denken na een bepaalde show? Wakker van misschien niet, maar ik herken zeker het gevoel van voor een publiek te staan en te weten van oké, nu heb ik hier anderhalf uur en ik sta hier alleen en ik moet zorgen dat die mensen geboeid zijn. En de context kan heel verschillend zijn, zeker in scholen bijvoorbeeld. Die kiezen daar niet voor, hè, om daar met 200 in de sporthal een uur in, en als dat dan de vrijdag de laatste twee lesuren is, dan weet je... Ja, het ideaal moment. Hè. Dat wordt in de moeilijke, hè. En je voelt ook heel erg het verschil van de instelling, van de manier waarop scholen daarmee omgaan. Soms is het echt, we moeten hier nog een gat vullen. Soms zijn het scholen die met dat thema bezig zijn, die leerkrachten zitten erbij. Ja, ja. Dan voelt je, oké, dat heeft zin. Dus af en toe, maar dat gebeurt niet zoveel, af en toe heb ik het gevoel van, ja, dat is hier toch een beetje een weinig zinvolle wat ik hier aan het doen ben. Gelukkig, hè, denk ik dan, er zijn mensen die elke dag een job hebben die weinig zin heeft en die ze moeten doen. Dus dat komt bij mij een paar keer per jaar voor, dat valt dan wel mee. En verder heb ik meestal een publiek in de zaal dat ervoor kiest om naar mij te komen luisteren. En waarvan je ook wel een beetje weet, goed, dat die mensen zijn daarmee bezig, staan daarvoor open. Bij bedrijven is het soms ook wel spannend. Hè. Dat zijn dan bedrijfsevenementen rond duurzaamheid. En goed, men moet daar iemand uitnodigen. Ik ben nog niet zo lang geleden bij Picanol geweest. Dus dat ook in de buurt. Alleen Ieper is niet de buurt. Hè. Bijna. Ja, en dat is altijd wel een beetje spannend. Omdat die eerste 5 minuten voelt je, die zitten daar dan in een mooi pak te kijken van gaat dat hier werken of niet. Nu natuurlijk, ervaring is daar enorm belangrijk in. Als je 1500 keer dat soort dingen gedaan hebt, dan weet je ondertussen wel een beetje van wat er werkt, op welke manier dat je ze meekrijgt. En het belangrijkste wapen dat ik dan toch gebruik is humor en zelfrelativering. Omdat daar iedereen wel een stuk voor open staat. Ja. Zeker omdat het thema op zich al zwaar genoeg kan zijn. Ja. Dat een heel mooie manier is zeker om dat te benaderen. Is dat moeilijk om zo'n thema lichtvoetig te brengen? Dat is niet zo gemakkelijk, hè, omdat het ook gewoon altijd maar slechter eruit ziet. Allee, toen ik begon als Low Impact Man, had ik nog iets van dat is eigenlijk wel doenbaar. We hebben de technologie die nodig is, we weten wat er moet gebeuren. Het is nog niet uit de hand gelopen, maar de meer recentere rapporten die je ziet, ook deze dagen, hè, over wat er gebeurt met het poolijs, wat er in Californië weer aan het gebeuren is, op zoveel plekken rond biodiversiteit. Het is, dus het wordt moeilijker om het te doen. En mijn laatste voorstelling gaat dan ook letterlijk over het einde van de wereld. Hè, en daar proberen wat humor in te brengen. Het gevaar is dat het dan te veel cynisme of sarcasme wordt. En dat wil ik ook wel vermijden, want dat is een beetje een gemakkelijke manier om te gaan met dat soort dingen. Maar goed, hoe dan ook, wil ik dat mensen op het einde zeggen van oké, we zitten in de shit, maar we kunnen nog wel iets doen. Het heeft nog wel zin om iets te doen en lachen blijft altijd goed, ja. Top. Maar is er niet hoop over de generaties heen? Ik heb toch het gevoel, als ik als manneke naar de lagere school ging, dat is de jaren 80, als toen leraars nog met een sigaret in de klas bij wijze van spreken. Als ik nu naar mijn kinderen kijk, die zijn al veel groener opgevoed en veel bewuster. En ik moet die al niet uitleggen dat ze wat dat milieu is en milieuzorg en klimaat, en die weten dat al. Dus gaat dat, als we dat in een gestage lijn kunnen volhouden, gaat dat niet automatisch mensen genereren? Hey, kinderen die volwassen worden, als je nu ziet wat dat er van protest bij de jeugd allemaal komt, gaat dat niet stilletjes aan leiden tot een maatschappij die dan op zich veel groener werkt? Ja, in combinatie met een economie die beseft van,
als de wereld naar de kloten is, hebben we ook geen fabrieken meer. Hè. Ja, ja, maar dat, het zou mooi zijn moest het zo zijn, maar we hebben ook de tijd niet. Dat is het punt, denk ik. Ja, is de tijd tekort? We zitten echt wel op een aantal tipping points die versneld aan het gebeuren zijn. Dus, maar goed, ik kan daar veel over vertellen, maar misschien moet ik dat niet doen, want dan wordt het hier een beetje anders. Het probleem is ook, we zitten met systemen. Hè, en dat is heel duidelijk, dat ook tijdens deze coronacrisis, dat het idee van economie moet groeien, moet verder rollen. Hè, zelfs al is dat ten koste van mensen die van eenzaamheid sterven, zelfs al is dat ten koste van een generatie jongeren die niet naar de school kan gaan. Dat moet in stand gehouden worden. Dus ik heb niet het gevoel dat het de wijsheid die we nodig hebben al doorgedrongen is op de plekken waar dat nodig is. En ik vrees dat veel van die kinderen die nu in de klas inderdaad veel met milieu bezig zijn, op een bepaald moment ergens een job moeten zoeken en terechtkomen in een bedrijf dat zegt, ja sorry, we zullen ons best doen voor het milieu, maar als het erop aankomt, dan is de aandeelhouders en de winst die zij willen toch belangrijker als een keuze moet gemaakt worden. Doet dat jou pijn als je die filosofie nu uitrolt voor ons? Absoluut, absoluut, ja. En er zijn momenten dat ik dat ik redelijk wanhopig ben of verdriet voel over wat er aan het gebeuren is als je sommige beelden ziet. En ik denk dat dat ook een deel is van het proces waar dat we door moeten, hè, van beseffen van we zijn hier een heleboel schade aan het aanrichten. En het wordt altijd maar moeilijker om dat recht te zetten. Hè. En goed. Heb je het gevoel dat we dat in deze generatie op een bepaalde manier nog kunnen rechtzetten? Of zeg je van eigenlijk is het kalf sowieso al een beetje half verdronken? Daar zijn verschillende gezichtspunten, maar ik ben daar toch een beetje minder optimistisch in dan 10 jaar geleden. Ik heb het gevoel, de verandering die zal op een bepaald moment komen, maar wellicht omdat we gedwongen worden door dan rampen die ons overkomen. Maar is dat, ik ben nu de macrofilosoof van tijd hangen, hè? Want ik ben een ongelooflijke Darwinist, alles is evolutie, dus de wereld gaat sowieso naar de kloten. Is dat ook niet gelijk dat je nu corona als biologische zuivering van de rassen hebt? Ja, is dat niet normaal dat dat ook versneld gaat toenemen en dat dat totdat de wereld effectief vergaat? Dus in hoeverre kunnen we daar iets tegen doen? Of we gaan toch niet kunnen blijven de wereld redden? Dat is een beetje Nee, maar de wereld is eigenlijk het probleem niet. Hè? Dus de wereld gaat blijven bestaan, ook al gaat de mens verdwijnen, dan nog de wereld en de evolutie en er zullen levensvormen zijn, alleen nog zeker 800 miljoen jaar, want dan gaat de zon te groot worden enzovoort. Maar hè? Dus dat is oké. Ik vond het nu al warm 2 weken geleden. Voilà. Nee, het punt is een beetje dat de ellende die het met zich meebrengt. Dus als je een mens hebt die van de hitte of honger of droogte, dat is wel voor die mens is dat echt voelbaar. Hè? Als je dat in macro-historisch perspectief bekijkt, inderdaad, soorten komen, soorten gaan. Ja. Maar vooral dat wij de kennis hebben. Hè? Mm-hmm. Van, we weten eigenlijk wat de oorzaak is, we weten wat we moeten doen. En toch blijven we vastzitten in die oude verhalen, om het even zo te zeggen. Dus er zijn nog momenten geweest van uitsterven, hè? Maar het zal nu de eerste keer zijn dat één soort daar zelf verantwoordelijk voor is en zich dat eigenlijk en dat eigenlijk zou kunnen vermijden. Ja, dat kunnen vermijden, dat vind ik altijd een moeilijke eigenlijk, op filosofisch vlak. Oké. Is de mens zo slim, is de mens zo dat hij dat kan vermijden? Ik weet het niet. Dat de mens slim is denk ik wel duidelijk. We hebben wel al een aantal ongelooflijke dingen gepresteerd en we zijn er nog mee bezig. Maar goed, slim, je kunt ook dat op verschillende manieren bekijken, hè. Maar ik denk dat de mens bijvoorbeeld niet voldoende doorheeft dat wij ook een deel zijn van heel dat ecosysteem, dat we daarvan afhankelijk zijn. Dat water hier, dat is een cadeau die we krijgen van zuivering en van alles. En ons lichaam, dat zit vol met bacteriën, dat zijn wij niet, dat zijn andere wezens, die zorgen dat alles functioneert. Maar het gevoel van wij staan daar boven, wij zijn onafhankelijk daarvan, wij kunnen alles zelf oplossen. Dat denk ik is een beetje een... Het is nu wel bewezen, hè, dat de natuur altijd basis is. Ik denk het wel, ja.
Zeg je nu, de mens heeft het niet meer onder controle? Is dat wat je eigenlijk suggereert nu? Eigenlijk is dat de kern van de zaak. Het idee dat we het onder controle zouden kunnen hebben. En natuurlijk, er is een evolutie. We hebben de natuur een stuk leren beheersen. We kunnen water dammen en we kunnen zelfs gewassen aanpassen, genetisch. Dus dat gevoel van we hebben het onder controle is inderdaad de illusie daarvan. Stel, we beseffen, we zijn een deel van een heel complex ecosysteem. We mogen daar gerust dingen van gebruiken, maar laat ons dan misschien dan ook wat in ere houden en daar wat respect voor hebben. Dat zou wel een heel verschil maken. Oké. Jullie zijn allebei met muziek bezig. Ja. Vroeger of nu. Ja. Stel dat je leven ooit wordt verfilmd en er hoort een soundtrack bij die film. Welke muziek mogen ze dan gebruiken? Welke muziek mag de regisseur dan aanbevelen? De Skepsaver, Steve. Hard Times, ja, ecologie. Ja. Don't you know? Ja. Mensen weten you niet know, altijd wat mee ze bezig zijn. Hey, er zijn er echt allemaal Skeps-fans aanwezig. Ik ga ze bieden eens naar Guy bellen, dat ik met de vier grootste Skeps-fans van België in de podcast heb. Ja. zeg maar, Steven. Goh, ik vind heel veel muziek mooi. Hè? Dus ik heb een hele ruime schaal van muziek. Ik vind ook klassieke muziek, veel klassieke muziek, heel mooi. Derde pianoconcerto van Rachmaninoff, daar mocht je zeker een stukje van gebruiken voor mij. Maar ook hedendaagse dingen. Moet ik nog namen geven? Ja, graag. We zijn altijd benieuwd naar de muzikale smaak van mensen. Oké. Ja, het heeft te maken ook met mijn roots, denk ik. Ik ben een West-Vlaming in Wingen opgegroeid, tussen de varkens. Hola. Ja, voilà. Wingen. Wingen, ja. En mijn vader had ook eens een rare smaak in de zin dat hij zowel Beethoven als Bach opzette, maar ook Duitse marsmuziek. Nou, dat is anders. Eclectische muzieksmaak. En Willem Vermanderen, en die kan ik nog altijd heel erg appreciëren, bijvoorbeeld. Daar vind ik nog altijd dat die man wijze dingen zegt, maar die muziek vind ik wel mooi. Dus het is een zeer brede... Een brede reeks van soorten muziek die ik mooi vind. Ja. En volg je dan de muziek van anno 2020 ook een beetje? De hitparade dingen niet, denk ik. Hè. Ik, als de radio opstaat, zal het vaak Radio 1 zijn. Dus dat passeert ook wel eens wat hedendaagse dingen. Maar bijvoorbeeld Jef Neven, dat vind ik ook wel heel mooi. Maar de commerciële zaken laat je... De meest commerciële zaken laat je een klein beetje aan je voorbij gaan. Ik zit niet op TikTok. Nee, ik ging net vragen. Dus momenteel worden er verspoeld in de hitlijsten met de TikTok-songs. Ja, dat is niet aan Steven. Dat is toch net voor mij iets... Nee. Iets te oud voor mij. Wat een idiote naam ook, TikTok. Ja. Je hebt YouTube, en dan plots TikTok. Wie komt er daarop eigenlijk? Ja, en dan werkt is dat het Amerikaans? Wel. Of het is Chinees. Vroeger was het Musical.ly. Misschien dat je Musical.ly nog kent. En nu is het TikTok, maar pas op, het is de grootste... Ja, het is ongelooflijk. Ja, het is gigantisch. Volgens het zelf al een tijdje, het is Het is alweer een droeve evolutie in het muzikaal bestaan, gelijk in de ecologie, maar... De verkleutering, of moeten we het noemen, En Wouter, wat is bij jou de ultieme soundtrack van de... Je bedoelt van mijn leven, wat dat ik zo opleg om mijn leven te begeleiden? Of moesten ze een film maken? Stel je voor, echt Wouter Berlaan, The Movie. Een stille film, maar uiteindelijk mag er één liedje onder staan. Tarantino zou moeten regisseren. Absoluut, voilà. Dat is al zeker. Dat mag ze redelijk qua... edgy gedoe in zitten. Een fetish met vrouwenvoeten of zo. Er mogen wel een aantal vrouwen ook hun voeten in die film tonen en zo. Zijn soundtracks zijn doffies in orde, dus dan lig ik al niet van wakker. Dan heb ik iets van de keuzestress laten, kan Quentin zelf over. Maar mijn eigen leven, zo, waar ik nog altijd keihard door geraakt word, is gewoon bijna alles van Joni Mitchell. Ze leeft gelukkig nog. Ze is zwaar ziek wel, even toch niet meer zo gezond, maar ze leeft gelukkig nog. Maar hoe dat, als je spreekt over het leven en het leven samenvatten in een nummer of een liedje, dan is dat de absolute top. Ik vind dat die madame gewoon redelijk poëtisch voor mijn doen. Ik ben niet zo aan poëzie en veel franjes en frulletjes rond dingen. Maar de metaforen die zij gebruikt en de poëzie,
dat mag nu een keer van mij. Dat is echt, als je both sides of zo van haar oplegt, zeker het gestreken arrangement, ja, dan mocht je nog op het derde vak op 130 rijden. Dat is gewoon boem, blijten elke keer. Dat is, En is het dan de muziek of de stem of de tekst? De of, combinatie. Ja, veel mensen maken de fout, het is toffe muziek. En nu nog een tekst. Dat is iets dat veel Belgische singer-songwriters de grootste fout maken, vind ik, is van de tekst is achteraf erbij. Nee, de tekst is 50% van uw sabam. Dus geniet je dat even hard te soigneren als de, ja, als de muziek. Nee, maar dat is ook de reden voor. Dat is ook evenveel waard. Als je heel de Franse traditie van songschrijven bekijkt, dat is echt, dat begint met tekst en de muziek past te gaan aan de tekst. Is dat nu nog altijd voor u ook een fantastisch moment, Wouter, als muziek je echt tot in de diepste aders echt raakt? Zo kippenvel en alles erop en eraan? Ja, dat is het schoonste dat er is. Naast een kind zien geboren worden, denk ik. Dat is gewoon zo... Ja, helemaal... ja, hoe zeggen ze dat in het Frans? Épaté, étouffé. Zo helemaal verbijsterd staan van hoe simpel kan het leven zijn. Ja. Dat zijn de schoonste momenten. Dat is iets dat ik ook gezworen heb. Toen dat ik ze met Dilemma zat, ga ik naar het conservatorium gaan, ga ik professioneel muzikant worden, want dan ga ik dan niet een beetje zo dat gevoel van, jee, we hebben voor de Skeps mogen spelen, dat gevoel kwijtgeraken. Dat wil ik absoluut behouden. Ik heb mijn eigen ook beloofd van, als ik dat zou kwijtgeraken, dan stop ik ermee. En dan is het gewoon nog voor mijn eigen dat ik muziek maak en op, in mijn studio en niet meer gaan optreden en geen platen niet meer. Maar dat gevoel heb ik gelukkig kunnen behouden, want daar doe ik het uiteindelijk voor. En of dat dan Luc de Vos is die een paar woorden... breaks my heart. Allee, dan gaat het eraan. Dan, ja. Dat is het schoonste wat er is. Ja, dat is staat buiten kijf als een paal boven water. Fantastisch. Is dat een soort verwondering ook? Is dat, of is... Ja, dat is zeker verwondering, omdat je denkt van... Godverdoeme, hoe kun je nu met die twee noten, die ik ook ken en die iedereen al gebruikt heeft, zo recht in de ziel snijden? En daar bestaat geen formule voor. Anders stond iedereen in de hitparade en had iedereen topplaten gemaakt. Dat is een once in a lifetime, of in junior geval, 50 times in a lifetime, moment dat kan gebeuren, dat je op iets komt dat mensen echt raakt. Ja. Maar je weet dat ook niet op het moment. De maker weet dat niet op dat moment. Nee. Het is de perceptie van het publiek die dat zo maakt. Ja. Je hebt één naam genoemd. Zijn er nog mensen die jou echt diep kunnen raken, behalve Johnny? Ja, als ik mijn begrafenis top 3... dus, staat Johnny Mitchell zeker op 1. Ik heb ook iets ongelooflijk met Chris Whitley. Totaal onbekend, ja, nu nog enkel bekend als de vader zaliger van Trixie Whitley. Ja, ja. Maar een ongelooflijke singer-songwriter uit Amerika, die dus iedere plaat, die mag een telefoonboek zingen voor mij. Ik ga nog luisteren en ik ga er geld voor betalen en een been voor over hebben om hem te horen. Die moet er ook zeker bij. Gaan we meer naar ons eigen vaderland, dan denk ik dat Raymond wel een aantal dingen geschreven heeft die mij, waarvan dat ik denk, aan de meet, ja, dat mogen ze ook spelen op mijn uitvaart. Een van de grootste, en dat is een beetje een musician's musician, is Warren Zevon. Die werd graag gezien door Bruce Springsteen, door de Eagles. Hij heeft nooit het niveau van succes gehaald van die gasten. Maar dat was wel de gast naar wie dan al die gasten geluisterd hebben. Dat is ongelooflijk wat dat die bijeen gepend heeft. Is dat die gast van Werewolves of London? Ja, ja, dat is zijn enige claim to fame bijna geweest. Hè. Zijn enige hitparademoment. Maar die heeft wel heel de wereld afgetuurd ook. Maar ja, in minder luxueuze omstandigheden dan zijn grote navolgers eigenlijk. En die wijzen allemaal naar hem als... Dat is de gast die de song kan schrijven. Ja. Je noemde aan de meet van Raymond. En het toeval wil dat je ook speelt met hem. Ja. Is dat dan een speciaal gevoel als hij dat één nummer speelt? Gelukkig moet ik dat live niet meespelen. Want ik krijg elke keer een krop in mijn keel. Als hij dat zingt, dan sta ik stilletjes... inwendig te huilen en soms echt, omdat het soms zo schoon is.
Ik heb één maf moment een keer meegemaakt. Op de Mias moest ik spelen met Willy Sommers. Great artist, great guy, echt waar. En we moesten een medley doen van Willy Sommers. Dus ja, heel happy nummers, zijn grootste hits. Omdat hij de Lifetime Achievement of zoiets kreeg. En bleek dan in de live-uitzending, want het was live-live, en was op de repetitie was dat niet in die volgorde repeteek, bleek dat Raymond vlak voor ons gewoon alleen aan, met een pianist aan de meet deed. En ik zat klaar met mijn in-ears en ik zat op zo'n stelling op 4 meter hoogte. Dat was een heel raar decor van de Mias toen. Klaar om te spelen. Het eerste is natuurlijk poem, 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 laat de zon in je hart. Dus dat zit al in je hoofd. En dan zit die fucking Raymond er zo 4 meter lager in een tv-studio echt u te doen blijten dan. Dat is zo'n momentum in uw leven dat je denkt, dat is het leven. Bittersweet, gewoon van het ene uiterste naar het anderste. En daartussen moet u bewegen. En ik had kippen van, ik zat te blijten. En het moment daarachter is het gewoon, put your schlagersmile on, want dat is uw job ook. En dat doe ik ook heel graag, echt waar. Dus, ja. Amai. Mooi. Ja, mooi. Tussen Willy Sommers en Raymond, daar ligt het leven voor mij. Fantastisch. Nu, sowieso, het leven is doorspekt met allerhande gebeurtenissen en leuke zaken. Dan komen we aan mijn, Steven weet het ondertussen al, mijn favoriete vraag. Iedereen heeft sowieso guilty pleasures. Vraag 6. Iedereen heeft sowieso guilty pleasures. Zaken dat je zegt van, ze mogen het weten, ze mogen het niet weten, maar het zijn zaken dat voor mij echt een guilty pleasure zijn. Steven. Wat is jouw ultieme guilty pleasure? Chocolade, telt dat, of niet? Zeker. Ja, hoe donkerder, hoe beter. Ja, Tony Chocoloni met karamel en zout. En zeezout, ja. En dat is zelfs fairtrade. En niet alleen fairtrade, gewoon slavenvrij. Dat is gewoon de... Slavenvrij, glutenvrij en slavenvrij. Slavenvrij, ja. Dat is de perfecte chocolade. Eigenlijk de perfecte chocolade, ja. Het is natuurlijk niet zo origineel, omdat als guilty pleasure... Nee, jawel, dat mag. Maar goed, ik kan u ook wel verklappen. En het is eigenlijk de schuld van Dimitri Leu, maar ik ben een tijdje verslaafd geweest aan Coca-Cola. Ja, dat past niet echt, denk ik, bij... De multinational, die... Maar het is echt de schuld van Dimitri Leu, want die had mij dus mee gevraagd om in een stuk mee te spelen. Dan hebben we 2 maanden tournees en in culturele centra op tafel staat daar water en cola. Ja. Op een bepaald moment drink ik dan eens een glaasje, omdat je dat water beu zet. En dus op het einde van die tournee was ik verslaafd aan Coca-Cola. Straf, hè? Ja. Maar nu niet meer? Of... Ik heb toch wel wat moeite gehad om ermee te stoppen, maar ja, dat werkt ook zo, hè. Dat denk dat er van alles in zit en je hebt dan die reclame. En als je in het station komt, ja, er is niet altijd een trein, maar wel altijd een cola-automaat natuurlijk. Ja. Hè? Dus dat was even een pijnlijke periode. Dat was dat ook goed kijken, is hier niemand die mij zou kunnen herkennen en snel een colaatje pakken, zo, dat soort dingen. Ja. Dus een guilty pleasure. En nu, Frits Cola en andere alternatieven. Maar goed, laat ons eerlijk zijn, soms nog eens een cola drinken. Ja, er mag ook lekker zijn. Er mag ook geleefd worden. Hè? Ja, niet dat dat nu per se nodig is om te leven, maar kan. Maar dus Tony Chocoloni is op zich wel. Ja. Fantastisch. Je bent een van de eerste gasten die voeding als guilty pleasure net hetzelfde zijn. Ja. Het is allemaal seks, de rest. Heel rare fetish. Okay, ja, je kunt het ook combineren, natuurlijk. Hè? Ik versta onder guilty pleasure nooit voeding, maar als we daar mogen over doorgaan, zitten we hier vanavond nog voeding en drank. Amai. Liefhebber ook echt van... Ja, als we al over chocolade willen beginnen, voor mij is het Galère 85%. Dat is ongelooflijk. Bij een goed glas goede rode wijn. De ideale combinatie, hè. Ja. Maar guilty pleasure is voor mij eerder iets dat je last hebt om toe te geven. Dat je wijn en chocolade en eten lekker vindt, daar heb ik niet zo moeite mee. Maar dat ik bijvoorbeeld als muzikant enorm kan, gelijk dat ik er juist al zei, kan genieten, maar echt oprecht genieten van slagers te spelen en te horen. Dat vind ik nog altijd geweldig, omdat ik vind, daar zit zoveel echt leven in. Ik heb ooit een paar jaar het Slagerfestival in Hasselt als muzikant gedaan. En daar pas echt gesnapt waar dat genre over gaat, waarom dat er dan plots 12.000 man
bij Koos Alberts in zijn rolstoel zit te wenen en van links naar rechts te zwaaien. En 3 minuten erachter bij Christophe en de Polonaise, goep, heel de Etias Arena rondgaat. Ik heb dat op een bepaald moment gesnapt en ik dacht van, dat is zo schoon, dat is zo eerlijk en zo volks. Die mensen waren ook oprecht aan het wenen en dan oprecht plezier aan het maken. En dat is weer die bittersweet van het leven. Ja, dat vind ik zo tof aan slagers. En als ik echt bij Willy Sommer speel, dan is dat ook echt slagers. En dan is dat guilty pleasure. Maar als ik, gelijk dat ik nu een tournee doe met onder andere Jan de Smet, Mauro Pawlowski, spelen wij ook slagers. Maar dan is het plots bon ton en is dat oké van dat te zeggen dat je dat doet. Dus fuck de context. Een slager is gewoon heerlijk. Want wanneer is zoiets politiek correct, hè? Zoals je zegt? Ja, dat is het. Als ik dat met Mauro doe, denkt iedereen, oh, is toch wel interessant hoe dat Mauro die een tekst daar toch van, toch een andere twist geeft. En Mauro heeft ook iets van, hey man, ik zing gewoon dat liedje omdat ik dat een supergoed liedje vind. Dus de perceptie weer van het publiek is natuurlijk anders. Terwijl voor een echt slagerpubliek spelen is echt fenomenaal heerlijk. In het begin dacht ik van, oh, ziet u marginalen zich amuseren, maar nu besef ik, dat is gewoon zeer arrogant van mij om die mensen marginaal te vinden. Je gaat helemaal mee in die vibe van het publiek dan? Ja, dus niet op automatische dat moet je sowieso beeld doen, anders moet je niet met die artiest gaan spelen. Als je daar staat om gewoon je gaasbeen te harken, dan moet je niet op het podium gaan, vind ik. Je moet in alle tijden, je moet er staan. Hoe moe of hoe kapot of hoeveel miserie dat je ook hebt. Of wat dat je ook net voor dat je, want dat begint nu ook meer en meer te komen, vind ik. Had ik me ook vroeger geen vragen bij gesteld. Je gaat een podium op en ja, het slechte nieuws, hoe ouder dat je wordt, dat gebeurt al een keer. Oei, die ligt in de kliniek of die is overleden. En je staat juist klaar voor het podium te gaan. En ik begin me ook stil af te vragen, ja, als er plots iets met mij gebeurt, dat zal ook ergens in een backstage zijn, of in een cultureel centrum, of op een podium, dat er iets gaat gebeuren. Of onderweg, in een auto. Dat je denkt van, ja, dat is eigenlijk toch maar een beetje een rare gedachte. Maar toch, je moet het podium op en je moet het wel doen. The show must go on. Ja, ik heb zo in de pauze met Raymond toevallig vorig jaar mijn zoon op de spoed aan de lijn gehad, die dan uitschreeuwen was van de pijn, wat hij een appendicit had, gelijk als ze zeggen. Maar dat was toen op dat moment nog niet duidelijk. Dus ik zag Raymond ook verkrimpen, zo van, wat ga jij nu doen? Ik dacht, ja, naar huis gaan is geen optie. Hè. Het is tussen de tijd dat ik thuis ben om dat kind bij te staan, is het al gebeurd of is het al geopereerd? En dan vond ik het wel heel vies om dan s'avonds langs Maria Middelares in Gent te rijden, zo aan de overkant en te weten, hij ligt daar en ik rijd nu naar huis. En het is allemaal al gebeurd en ik was er niet bij. Ja, dat is pijnlijk. Maar hoe zijn we daar nu in godsnaam bijgekomen? Ja. Dus, de therapeutische sessie. Ik heb misschien gewoon nog een klein deelvraag. Heb je zo'n bepaalde gewoonte voor hij een podium opgaat? Of niet echt? Nee, eigenlijk niet. Ik, het is gelijk dat ik in het begin van dit gesprek zei van, hey, ik stond in Gent en ik moest in Kortrijk zijn. Ik wou dat ik kon opgebeamd worden, dat ik er nu al was, dat ik die rit niet moest doen. Dus ik heb iets van, ik wil toekomen, goed, en direct beginnen. Ja. Eigenlijk die soundcheck en dat eten en ik wil gewoon spelen. Ik wil, dus het ritueel is toekomen en zo snel mogelijk beginnen bij mij. Ja. Heb jij een ritueel, Steven, voor je op een podium stapt? Een bepaalde... Altijd hetzelfde onderbroek? Nee, dat niet. Dat niet altijd. Nee. Nee, eigenlijk niet, omdat ook toch wel wat anders is. Ik ben niet een artiest die op een podium staat. Ik ben iemand die een verhaal komt vertellen en een aantal trucken gebruikt van de artiesten. En ik speel ook een paar liedjes op ukulele en ik gebruik wel humor, wat stand-up methodes en ik doe wel interactieve dingen. Dus bij mij is dat allemaal toch eerder een middel voor een bepaald doel. En ik heb wel geleerd, bijvoorbeeld bij die tournee met Dimitri, dat het wel goed is om rustig te ademen, om stemoefeningen te doen. En dat doe ik ook wel meestal voordat ik dan op een podium ga. Ja. Maar ook beseffen van, oké, ik ga nu... Die mensen nemen moeite om naar mij te luisteren. Ik ga gewoon ook wel echt moeite doen om ze iets te geven. Dat is hetzelfde wat jij zegt. Mm-hmm. Van, ik moet staan, zelfs al heb ik misschien niet altijd veel zin. Of denk ik, oei, de KVLV hier van...
weet ik veel, die zijn vooral... Echte hem. Ja, echte hem. Die zijn vooral geïnteresseerd in een taartje en een koffie en die pakken dan die spreker erbij. Dat ik denk van, nee, dat die mensen zijn even belangrijk als dat nu voor een groot bedrijf is. Ja. Of een hal van een hogeschool. Mm-hmm. Die zijn even belangrijk. En dat gevoel probeer ik wel wat op te roepen. Dat is ook een vorm van ritueel, van beseffen. Mm-hmm. Oké, nu, de komende tijd, zijn dat de mensen die voor mij belangrijk zijn. Ja. En waar ik alles wil voor doen, ja. Oké. Een vraag die nog niet zo lang in onze podcast zit, is vraag 3. Welke magische gave zou je graag willen hebben? We zijn allemaal geen perfecte mensen. Maar als er dan toch iets zou kunnen zijn dat je zou kunnen veranderen, wat zou het dan zijn? Ik heb het al juist gezegd, denk ik. Zo mezelf kunnen stralen van de ene locatie naar de andere. Beam me up, Scotty. Dat zou geweldig handig zijn. Ik ben echt een veelverraad. Ik wil heel veel doen tegelijk. Maar dan aan de andere kant, het was lockdown en ik heb geen zwart gat gezien. Ik ben er gewoon lekker voor gegaan om een keer niks te doen. En dat was zo bevrijdend ook. Maar ik merk ook nu dat ik weer in die modus schiet, gelijk dat Steven ook de economie en de politiekers verwijt van ja, alles moet weer draaien, alles moet weer hup, boom, en weer op dat derde rijvak aan crossen. Maar ik denk van, allee, het was zo goed, op het gemak ook. Dus, maar toch kies ik voor Beam Me Up, Scotty. Top. Omdat dat qua low impact toch ook al, tenzij dat dat natuurlijk een machine vergt die heel veel uitstoot heeft. Hè. Ja, en ben je dan ook iemand die niet zo graag tijd verliest, of moeten we het niet zo interpreteren? Oh, tijd verliezen vind ik. Ik kom bijvoorbeeld altijd ook, eigenlijk, ik kan niet zeggen expres, maar bewust een paar minuten te laat, omdat ik er een hekel aan heb als ik 5 minuten te vroeg zou zijn. Omdat ik dan denk, dan sta ik 5 minuten van mijn leven mijn tijd te verdoen. Want ik kom bijvoorbeeld voor 10:30 om een podcast, dan ga ik niet om 10:25 daar nog 5 minuten zitten over filosoferen, dus dat in zijn werk gaat gaan. Nee, ik wil om 10:30 ja, 37 beginnen. En anders heb ik het gevoel dat ik tijd verlies. Mm. En daardoor kom ik te laat. Dus veel mensen snappen dat niet, maar eigenlijk, it's a good thing. Zoals dat jullie gemerkt hebben, ik was hier goed op tijd. Je was heel mooi op tijd, zeker. En voor mij bestaat dat eigenlijk niet, tijd verliezen. Eigenlijk. Ik heb een stukje geleerd, ik neem veel het openbaar vervoer, eigenlijk altijd. En dan, maar ik zou zot worden. Ja. En dat is dus regelmatig wachten, maar eigenlijk kun je prachtige dingen doen terwijl je op een bankje zit te wachten. Tijd is ook iets in je hoofd wat je ervan maakt, natuurlijk. Hè. Ja. En sommige mensen vinden dan wachten tijdverlies, maar wachten kan even goed. Kunnen zeer diepzinnige gedachten hebben of andere dingen, of er komen ideeën naar boven. Dus dat beam je op, dat is voor mij niet nodig, alleszins. Ik benijd u echt. Ja. Ja. Wat heb jij dan? Echt een heel andere manier van met tijd omgaan. Ja. Als je Wat ik soms wel een beetje benijd is zo, of wat ik zo als gave wel leuk vinden, is als mens maak je dus heel veel dingen meegehoord van alle soorten verhalen, anekdotes, kleine dingen, en dat die soms dat ik die soms kwijtgeraak of zo. Hè? Ik zou eigenlijk alles dat ik ooit heb, bijvoorbeeld alles wat ik ooit heb gelezen. Stel ik dat nu nog allemaal tegelijk zou weten, dan zou het onvoorstelbaar zijn. Hè? Want je leest fantastische boeken, je denkt, wauw, ja, wat een inzicht. En dan een paar jaar later of maanden later weet je dat niet meer. Dus al die verloren gegaan wijsheid, mocht je dat nu altijd op elk moment ter beschikking hebben, dan zou ik hier ongelooflijk verhalen kunnen vertellen. Of anekdotes. Dat kan gebeuren. Dus dat is wel iets dat ik wel... mooi zou vinden om die gave te hebben om op elk moment te kunnen putten uit die dat reservoir van ervaringen waarvan je toch een groot deel gaandeweg verliest, denk ik. Ja. Okay. Maar je bent het toch nooit echt kwijt? Je bent het nooit echt kwijt, nee. Bijvoorbeeld, soms zijn het ook weer omstandigheden die je terug dingen laten beseffen, wat dat jij vertelt over muziek, dan pas komt terug nog eens. Mm-hmm. Pas. Ja. Jaren niet meer aan gedacht, aan het momentje dat ik komt dat terug? Ja. Ja. Okay. Ook nog een Jole Meijer, ook nog trouwens. Wow. Ja. En wat heb je met Jole Meijer? Ook voor het programma. Oké, mooi. Ja, daar heb ik ook ooit eens voor gespeeld, achter gespeeld. Ja. Maar die heeft zo nogal een strenge manager
En is ook een corpulente mens die zwarte gordel karate had. Hij ging rond in de wandelgangen. En omdat ik nog een bleuke was, ik zat nog op conservatorium en ik moest de bassist gaan vervangen, had die manager beslist van, ja, ik ken die Wouter Berlaan, laat die maar eens een keer afkomen naar repetitie. En die zat letterlijk hier zo achter een bureautje. Hij leek een beetje op Jean-Marie de Dekker. Je moet je zo iemand voorstellen die aan dit soort tafel zit en daar waar dat scherm staat, sta je dan als contrabassist, zoals dat toen, te spelen, gewoon de partituren te lezen en te spelen. En die gast was zo aan het meekijken en alles aan het checken. En op het einde was het gewoon, c'est bon. mocht dan mee optreden, 5 dagen later. Ja. Dat was niet toevallig in Tielt in de Europahal. Nee. Anders het was ik uw voorprogramma. Stel je voor, stel je voor. Nee, het was in de Kam en Gooik, dat weet ik ook nog, omdat ze daar een geuze stekerij hebben. Okay. Ook zeer guilty pleasure geweest, ja. Zeer leuk om te vertoeven. Ja. Top. We naderen dan ook bijna naar het einde van de podcast toe. Zelf ook nog een leuke vraag, vind ik. Je bent voor 1 dag, laten we zeggen, eindredacteur van alle kranten nationaal. En de voorpagina mag niet gevuld worden met artikels. Je mag er 1 quote op plaatsen. Dus alles. De morgen, de standaard, is allemaal van u. Mm-hmm. Wat wordt die 1 quote? Wat wil jij de mensen meegeven? Ja. Daar heb ik wel wat zitten op nadenken en ik vind dat wel geen gemakkelijke eigenlijk. Ik zou om te beginnen al zorgen dat er in die krant geen reclame staat voor 4x4 en voor vliegtuigreizen. Coca-Cola. Ja, dus daar zou ik al voor zorgen dat er ook geen bonnetjes in zitten om terrasverwarmers te kunnen kopen enzovoort, wat dat kranten nu allemaal mee bezig zijn. Maar dat is natuurlijk geen quote, hè. Nee, ik vind dat echt een moeilijke om in 1 zin of quote uit te drukken, omdat ik ook het gevoel heb, alles is al wel eens gezegd en gedaan. Maar misschien moeten sommige dingen herhaald worden. Ja, sommige dingen moeten herhaald worden. Ja. Of zeggen wijze mensen dingen, dat je zegt, van daar kan ik me wel 100% bij... Ik zou misschien, om toch een beetje, Oevarest nog. Dat is een zeer deprimerende quote, hè, want dat is niet zo... Ja, maar het is een is zeer wel opgewekt herkenbaar liedje, maar de tekst is zwart. Hè. Voor de luisteraars die het niet doorhebben, het is een songtitel van Berlaan. Voilà. Ja. Hoe ver is het nog? Maar dit mij direct ook terugdenken aan mijn kindertijd in de auto. Ja. Hoe ver is het nog? Hè? Dat is het idee. Ja. Maar ook wel de symboliek van, oké, hoe ver is het nog voordat we nu eens ons verstand gaan gebruiken of respect gaan hebben voor de planeet. Dus je kunt op veel manieren interpreteren. En het zet misschien tot denken aan. Hè. Ja, je zou kunnen zeggen, stop CO2 uitstoten, maar dat is een beetje te plat. Ja. Dus hoe ver is het nog? Nog 800 miljoen jaar of wat was het? Ja. Dat is, okay. Heb je dat liedje ooit met die gedachte ook geschreven? Ooit? Goh, er is niet veel denken aan vooraf gegaan. Of is het echt puur letterlijk te interpreteren? Het werkt op de herkenbaarheid van inderdaad op de achterbank zitten of de smurfen, is het nog ver, groot smurf, ja, niet zo heel ver meer. Dat is de gimmick, maar de onderliggende toon is wel redelijk Warren Zevon, schatplichtig, heel duister en donker. En is eigenlijk over je afvragen, is het allemaal de moeite? Hè? Zouden we niet beter ons kar keren en weer naar huis gaan, want... Dus gelijk dat ik er juist ook vroeg aan u van, ja, inderdaad, al dat gered aan de wereld, dat getimmer aan die weg die niet eindigt, is dat nodig? Want het finale gaan we er toch aan, hè. Dat is een beetje die gedachte, denk ik, ja. Dat is een vrij dronkere editie van de krant, denk ik. Ja, nee, ik zou als quote erop zetten, wat zou ik erop zetten? Ja, even denken, ja. Take it, but take it easy. Wees doeltreffend, zorg dat je je doel bereikt, maar het doel heiligt niet de middelen. En ik denk dat we dat op vlak van ecologie ook zeker moeten doen. We moeten zeker streven naar luxe, naar... kijk naar Afrika. Ik bedoel, qua pandemieën hebben ze daar ook al meer dan genoeg gehad. We hebben tenminste de luxe dat we kunnen zoeken naar een vaccin, dat we labo's hebben, dat we technologie, wetenschap, alles in de hand hebben. Gelijk dat Steven zei, alles is aanwezig, maar de systemen kloppen nog niet om er naartoe te gaan.
omdat er net ja, te veel profitariaat en geldgewin. Dus mensen die tegen gelijk welke prijs het willen tekenen. Dus, maar het is wel belangrijk dat er getekend wordt. Ik zal het zo proberen uit te leggen. Ja. Mooi. Take it en over rest nog. Ik ja. ben een beetje stil van geworden. But take it easy, hè? Ja, take it easy. Take it, but take it easy. Genoeg. Op het gemakske. Top. Want daarnet zei je van, ik wil niet te veel tijd verliezen. En nu zeg je toch wel, take it easy. Ja, maar vanuit strategisch oogpunt. Okay. Omdat het is... Ik kan alleen maar spreken als artiest. Uw ongeduld is ook je grootste vijand. Je mag niet direct, als je op de deur klopt en ze gaan niet open, mogen je ze niet direct inbeuken. Je moet soms een keer achteruit gaan en weer op je IKEA-plannetje kijken van misschien moet de klink anders gemonteerd worden en raak ik zo binnen of zo. Reculer pour mieux sauter is een zeer goede aanpak op dat vlak. Nee, dat is iets dat ik mij altijd moet imprenten. Van, in het begin denk ik altijd... Ik ga er tegenaan, maar dan moet ik... rustig. Take it, but take it easy. Dat is mooi. Heel mooi. Heel mooi, absoluut, ja. Ik denk dat we bijna aan het einde gekomen zijn. Er zijn nog zeer belangrijke dingen moeten gemeld worden voor het publiek. Hebben jullie nog plannen of zo waarover de mensen mogen op de hoogte gebracht worden? We moeten een keer pipi doen van al dat water, denk ik. Belangrijke optredens of boeken die eraan komen of zo? Ik ben wel, dus mee door corona dan begonnen met schrijven. En mm-hmm. Ik heb mezelf dan ook opgelegd om elke dag, tijdens juli en augustus, elke dag een stuk te publiceren op mijn blog van mijn nieuwste boek. En dus nog 7 dagen, denk ik, en het moet af zijn. Dat is even spannend. Het idee is om een positieve post-apocalyptische roman te schrijven. Ik weet niet of het ooit zal lukken en dat die ooit zal verschijnen, maar dus in elk geval, dat is waar ik nu mee bezig ben. Straf. Ja. Jij speelt verder in studio's en ook op concertpodia? Het is nog een beetje koffiedik kijken. We hadden natuurlijk de laatste maatregelen anders willen zien vanuit de sector. Maar ik denk dat ik me ook toch iets meer ga bezighouden, militant gewijs, om toch ook te zeggen van het is al lang genoeg 5 voor 12 geweest. We moeten vanuit de sector ook niet alleen spelen en creëren en positief blijven. We moeten ook daadwerkelijk duwen en trekken, zoals dat Steven ook op een bepaald moment beslist heeft van... Voilà, ik ben een aantal dingen beu. Ik ga nu creatief sublimeren om mij een boodschap te brengen. Ik denk dat ik een beetje het andere verhaal wat meer moet gaan aanpakken nu. Van na 20 jaar bezig te zijn, het beetje expertise dat je hebt, toch ook al stilletjes aan een keer ook een bruikleen te geven aan de maatschappij, aan de collega's en te zeggen van oké, we gaan een keer echt een statement maken om te bewijzen... Gelijk dat we nu die pandemie hebben, dat we daar gaan moeten mee leren leven en dat het geen zin heeft om mensen af te schrikken of mensen dingen te verbieden, maar dat we er mensen mee opvoeden eigenlijk. Net als dat we mensen moeten proberen opvoeden om ecologischer te gaan leven. Dat is de enige hoop om dan binnen x aantal generaties juist uit te komen, denk ik. Dus ik ben nog hoopvol, Steven, dat we die 800 miljoen jaar... nog gaan vullen. Jij en ik. Wij samen. Uw muziek in elk geval, hè. Oh, die overleeft de tand destijds probleemloos. Ja. Tenzij dat er een bom in Zulte valt en er 17.000 slachtoffers vallen. En... Maar je liedjes blijven altijd. Liedjes blijven zo. Die blijven, ja. Die Thijscapsule van Zulte. Op de Spotify van Steven Vrooman. Dus. Ja. Yes. Ja. Met dat mooie brokje hoop gaan we afronden. Ik ga jullie super bedanken. Ik vond het heel interessant om jullie wat beter te leren kennen. Ik ook, dank je. Gelijk. Veel verschillende invalshoeken, veel leuke ideeën gespuit ook. En we zijn weer een beetje rijker als mens geworden. Zeker. We kunnen nu ook vragen naar Ouvares nog tot de volgende podcast. En alles is afsluit met take it, but take it easy. Dankjewel, yes. Dankjewel Steven ook opnieuw. Dankjewel Steven. Jullie bedankt. Steven, allebei de Stevens en Wouter ook. Merci allemaal. Fantastisch. Tot de volgende. We'll